Paul Gladon, het is een vraag die na elke voorbereiding opduikt. Zijn jullie klaar voor de competitiestart? Ja, dat is zeker de vraag. Dat weet je natuurlijk nooit. Alleen als je gaat kijken hoe we het gedaan hebben, denk ik dat het heel goed gaat en dat het steeds beter gaat. En, ja, het echte werk begint natuurlijk zondag, dus dan moet je er echt staan. Alleen als je er nu op terugkijkt, denk ik heel positief. Ja, je eindigt die voorbereiding natuurlijk met twee grote overwinningen, hè? Op twee amateurclubs. Dat is dan de kanttekening die je daarbij moet plaatsen. Had jij je misschien niet liever in die laatste weken nog één keer willen meten met een club van gelijk niveau? Ja, we hadden natuurlijk eerst die wedstrijd tegen Sivasspor. Dat is niet doorgegaan. En dan moet je op het laatste moment iets regelen. Dus dat snap ik hoe het gegaan is. Normaal gesproken hadden we tegen een grote tegenstander gespeeld. Alleen dat was nu niet anders. Alleen als je gaat kijken naar de grote wedstrijden die we gespeeld hebben tegen NAC, Vitesse, Zwolle. Dan denk ik dat we het ook echt prima gedaan hebben. Dus op basis daarvan denk ik dat we er zeker klaar voor zijn. En dan ga je in die competitie ongetwijfeld uitvinden hoe sterk je bent ten opzichte van die tegenstanders. Hè. Kun je daar nu al iets over zeggen? Heb je daar al een idee over? Ja, ik had het net ook met Michel Breuer over in de kleedkamer. Dat is natuurlijk, we hebben nog niet echt tegen die ploeg gespeeld, dus dat weet je niet echt. Alleen als ik kijk natuurlijk naar hoe het vorig jaar was, met Dordrecht zijn we gepromoveerd. En als ik kijk naar onze groep, dan denk ik dat we er echt heel goed voor staan. Jij hebt een basisplaats, dat was in elk geval zo in de laatste twee wedstrijden. Hè? Moet voor jou lekker zijn. Ja, zeker. Uiteindelijk ben je voetballer en wil je spelen, dus dat is hartstikke mooi. Ik krijg het vertrouwen van de trainer, dus dat is hartstikke mooi. Eigenlijk gek ook hoe snel dat kan gaan, hè? Van vorig seizoen naar Dordt verhuurd. Hè? Was allemaal niet heel lekker in die relatie met Sparta. En nu loop je als aanvoerder en als basisspeler over het veld. Ja, als je het zo bekijkt, een beetje apart. Alleen dat jaar bij Dordrecht is heel goed voor mij geweest om me te ontwikkelen. En, ik ben nu weer speler van Sparta en daar zal ik alles voor geven. En als je dan aanvoerder bent, dat is helemaal mooi natuurlijk. Ja, je wordt nu belangrijk gemaakt, gaat dus inderdaad als basisspeler die competitie ook in. Dat heeft er nog wel alle schijn van. Dan zei je voorafgaand aan het seizoen, eigenlijk wil ik nog wel die stap maken naar een club in de Eredivisie. Sta je daar dan nog steeds zo in? Ja, je hebt de ambitie om daar natuurlijk om daar naartoe te gaan. En, ik moet zeggen dat ik hier echt met alle plezier zit. En het zou fantastisch zijn als je natuurlijk hier ook iets moois kan zetten. Dus de ambitie is om daar naartoe te gaan. Maar als het niet zo is, dan is het zeker niet erg. Nee, maar die ambitie is dan misschien nu iets meer van de langere termijn en niet voor dit seizoen? Ja, precies. Ja, ik sta er voor open. Alleen wat ik net al zeg, als het niet komt, dan is het helemaal niet erg. Ik heb mijn focus nog niet volledig op Sparta. En, ik heb me gewoon eigenlijk ook gewoon. Ik ga het gevoel met het gevoel in dat we hier het seizoen afmaken. Ja, leuk en aardig allemaal die voorbereiding. Maar zondag wordt echt hier, daar houdt de voetballer volgens mij het meest van. Ja, zeker. Daar kijk ik naar uit. En zondag gaat het echt beginnen. Dus daar heb ik zin in.